De titel van mijn column is Gekte. In Wijchen stonden 414 belangstellenden in de rij voor een brochure met 35 koopwoningen in het duurdere segment die gebouwd gaan worden in de Huurlingse Dom. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars is er in Wijchen grote vraag naar woningen tot een half miljoen. Vandaar die drukte. De helft van deze redenering is pure lariekoek. Er is in Wijchen, net als overal in Nijmegen en omgeving, grote vraag naar woningen. De NVM verzint de prijsklasse van een half miljoen er gewoon bij om de prijs op voorhand zo hoog mogelijk te laten zijn. Economie was niet mijn beste vak op school, geef ik eerlijk toe. Maar één theorie is me wel altijd bijgebleven. Bij weinig aanbod en grote vraag gaat de prijs omhoog. Simpel zat. Projectontwikkelaars en makelaars zaten vroeger bij economie met rode oortjes van opwinding vooraan in de klas en kennen deze theorie als geen ander. Ze maken daar nu dankbaar gebruik van. Niet zelden worden nieuwbouwprojecten voor de eerste keer gepresenteerd zonder prijzen. Ook in Wijchen. Eerst maar eens kijken hoeveel belangstelling er is. Dat scheelt meteen tienduizenden euro's per woning. Kassa. In de Huurlingse Dam maken bewoners zich zorgen over wateroverlast bij volgelopen wadi's. Over zorgen dat hun nieuw huis over een paar jaar financieel onder water staat dankzij de huidige financiële gekte, geen woord. Deze gekte geldt niet voor witte boerderijtjes. In ieder geval niet in Wijchen. Ruim 7 jaar geleden kocht de gemeente Wijchen een wit boerderijtje in de Woezik om de aanleg van een rotonde mogelijk te maken. De gemeente betaalde er 1,2 miljoen euro voor. De rotonde is aangelegd. Het boerderijtje staat er nog en wordt nu door de gemeente te koop aangeboden voor om en nabij de 4 ton. Dat is weer een andere gekte. Ik schat in dat wethouder Niek Derks economie als keuzevak heeft gehad. Mochten er lastige vragen gesteld worden in de raad over dit grote verschil, kan hij met een stalen gezicht zeggen: er is weinig vraag naar witte boerderijtjes waarin niet meer gewoond mag worden vanwege een rotonde. Dus een dalende prijs, simpel zat. Intussen broedt het college van Wijchen op plannen voor de invulling van de oostkant van het centrum na sloop van het voormalige gemeentekantoor tegenover het kasteel. Projectontwikkelaars zijn uitgenodigd om met ideeën te komen. Veel raadsleden vinden dit eng. Ze vrezen straks geen invloed meer te hebben op de invulling. Ik adviseer de Wijchense raadsleden eens te gaan praten met hun Nijmeegse collega's over het gevolgde proces centrumgebied Hof van Holland in de Waalsprong. Daar is niks engs gebeurd. En over het resultaat is iedereen zeer tevreden. Dus neem de rol die je als raadslid in het duaal stelsel volgens de gemeentewet hebt. Aan de voorkant heldere kaders geven aan het college. Kermis wel of kermis niet. Weekmarkt wel of weekmarkt niet. Sociale huurwoningen wel of niet. Hoogste prijs voor de grond of niet. Aan die kaders moet het college voldoen. Zo niet, dan komt er politieke gekte.